Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Vandaag gaan we eens aandacht besteden aan de Divine Feminine, dus de vrouwelijke energie. Weet dat die zowel kan zijn dat de boodschap een hoon voor de vrouwelijke energie in jezelf kan zijn, en dat kan zijn dat voor boodschappen voor de connectie kan zijn. Het eerste dat ik al zie is de Master of Crystals, dus de Focus en de Lovers zie ik ook pas hier. Dus de focus is voornamelijk over het zijn van je eigen meester in het fysieke. Dus eigenlijk op elk level. Want het fysieke level is eigenlijk het laatste level, als ik zo moet zeggen. Dat is eigenlijk het meest trage. Hetgene die ook in healing zie ik het vaak gebeuren. Dat eerst emotionele zaken, energetische zaken, mentale zaken allemaal geheeld worden. En dat pas later kan het ook letterlijk door het lichaam losgelaten worden. Zo is het ook handig om te weten. Wacht, ik ga even mijn WhatsApp afleggen. Voilà. Zo is het ook handig om te weten dat wanneer je bepaalde pijnen hebt, dat eerst belangrijk is. Natuurlijk moet je naar die pijn kijken, maar moet je kijken welke emotionele of mentale, energetische stukken dat er eigenlijk onder zitten. Wat is eigenlijk de aanleiding ervan? En niet gewoon maar de pijnen gaan behandelen, maar kijken wat dat je lichaam probeert te vertellen via die pijn. Voilà, dat gezegd zijn. Seeker of challenges, dat is eigenlijk de leerling van emoties. Dus leren omgaan met de emoties die op het pad komen. En de onderliggende kaart is de shadow, maar ook omgekeerd. Dus wat ik voel is dat we eigenlijk nu meer en meer ook uit een soort van schaduwperiode weer komen. Een soort van eclipsmoment, zodat heel veel mensen die energieën ervaren. Wanneer dat echt letterlijk een eclips is, een maansverduistering of zonsverduistering. Maar dat nu eigenlijk een stukje verduistering was van informatie vanuit de connectie, waardoor we geen informatie konden vinden, dat we niet wisten wat er aan de hand was, dat er ook geen communicatie was of geen duidelijke communicatie. En waardoor je voelde dat die emotionele verbinding ook niet was zoals dat altijd geweest was. Dus dat die balans precies weer weg was. En dat heeft er dus voor gezorgd dat we aan onze gedachten gaan twijfelen zijn. Dus dat we eigenlijk gaan twijfelen zijn van oké, wat is het dat we moeten gaan weten? Wat is dat moeten gaan volgen? Wat is dat moeten geloven? En waarom? Omdat we eigenlijk zelf die meester zijn. Een meester vraagt niet aan iemand anders of zelfs niet aan een andere energieën. Wat is het dat ik moet doen? Een meester kiest wat dat hij of zij wil ervaren. En verwacht dan dat datgene gaat ook verschijnen. En dat dat de dingen zijn die op ons pad gaan komen. Dan hebben we Ace of Orbs, Seeker of Flames, Transition, maar die ligt zo, dus zo geschrankt. En Five of Challenges omgekeerd. Ja. En dan krijg je eigenlijk inderdaad weer dezelfde bevestiging. Ik ga het tonen. Dus Ace of Orbs, Orbs zijn de gedachten. Dus die bal die je hier ziet. Dat zijn eigenlijk onze gedachten. En de dolfijn die je hier ziet, is eigenlijk de vertegenwoordiging van ons hogere zelf, van onze ziel. En dus moeten we eigenlijk de gedachten die we hebben altijd heel zuiver houden. En je ziet de gedachten zwemmen eigenlijk letterlijk in het water. En water zijn emoties. De emoties die ons getoond worden dat we voelen, zijn eigenlijk de barometer om te zien in hoeverre dat we juist denken in lijn met onze ziel en ons hogere zelf, of eigenlijk vanuit ons ego en ons gedachten. En dus dat zorgt ervoor, dus hetgeen wat gebeurt, is dus die schaduwen dat we een stukje weer wel uitgekomen zijn. Dus het is geen extra donkere nacht van de ziel, dan niet, maar wel het schaduw, het donkere, het niet weten. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk in staat zijn om weer nog dieper, de Seeker of Flames, leerling van het meester worden van jouw passie, van jouw verlangen, van jouw ziel, dat we daarna verder kunnen gaan en oefenen. En dat je dus meer en meer ook leert werken met je eigen energie. En dat is eigenlijk, daarom ligt deze kaart ook zo, omdat het eigenlijk een nieuwe transitie is dat de vrouwelijke energie maakt, maar dat ze nog meer kan wegstappen van al de dingen die haar niet meer dienen. Op een diepere manier nog in die overgang en in dat vertrouwen gaan. En ik heb al 100.000 keer gezegd van hoe kan ik nog dieper in dat vertrouwen? Hoe kan ik nog dieper in die overgang? Wel, geloof mij, er is altijd nog een diepere laag waarin dat je dingen kan loslaten. Waarin dat je ideeën, gedachten,
hebt, waar je eigenlijk niet van bewust was, die gestuurd worden door angsten, door schaduwen, door conditioneringen. En dus die gaan we iedere keer maar dieper en dieper eigenlijk in die transitie gaan, zodanig dat we nog meer in onze eigen emoties kunnen stappen, maar dat we ook zien, zoals je hier ziet, dat er eigenlijk, er staan nog twee bekers recht. En er is ook licht. Dus als zij naar daar zou gaan, dan zou ze zien wat dat er allemaal mogelijk is, wat dat de ruime mogelijkheden zijn. En dat is hetgeen waar dat heel veel vrouwelijke energieën dat op een of andere manier zullen ervaren op dit moment. Of zeker als je aangetrokken wordt naar deze video. En wat is de reden daarvan? En ik kom nog meer naar die Nine of Pentacles te gaan. Om nog meer in die onafhankelijkheid te stappen en nog meer in die zelfstandigheid te stappen, zodat je eigenlijk niemand anders meer nodig hebt. Niet vanuit een controlerende manier of een een copingmechanisme manier, in die zin van hij wegloopt, of hij niet vanuit een gesloten hart, maar gewoon van het is oké als je er bent, want dan ben je een meerwaarde, dan voeg je toe aan mijn leven. Maar ik heb jou niet nodig om mij heel gelukkig en blij en vrij of overvloedig of wat dan ook te ervaren. Eens hier. Met de Quantum Tarot, wat het hier nog te zeggen heeft. Ja, ik zie de duivel omgekeerd. Dus laat je conditionering, laat de oude versie van jezelf, laat meningen en ideeën van anderen, verwachting van anderen, laat die niet binnen, zeker niet in jouw tweelingvlampad. Want dat gaat jouw eigen proces om in een Divine Feminine verder te ontwikkelen, gaat dat eigenlijk dat gaan beperken. Ja, misschien. De acht van Pentacles omgekeerd. En als ik me goed herinner, dan hadden we dat ook in de reading van de mannelijke energie. Dan lag die ook omgekeerd. Oeps, daar gaan ze. Oké, nog één. Waar is die hier? Oh, de magier. En dan hebben we aan de onderkant de Queen of Cups. Ja, leren meester zijn van jouw emoties. En de Nine of Wands, maar omgekeerd. Ja, dat is wat ik ook daarnet voelde, dat we echt kunnen wegstappen, omdat we in die Empress-energie gestapt zijn. Kunnen we wegstappen van angsten, kunnen we wegstappen van die negatieve denken, van die doemscenario's, worst-case scenario's. Hè. Je hebt altijd de kracht en de mogelijkheid om je gedachten te sturen. En je hebt altijd de keuze om op een positieve of negatieve manier te denken. En zeker wanneer dat gaat over een diepe zielsconnectie, zoals een tweeling van een tweelingziel, dan is het altijd handig, zolang dat in de realiteit het niet bewezen is, en dan nog, om altijd de meest positieve zin of meest positieve situatie of omstandigheden te visualiseren en die ook te verwachten. Helemaal in het begin van mijn connectie. Er was er een punt waarop dan mijn tweelingvlam mij geblokkeerd had en gezegd dat ik haat jou en je gaat mij nooit meer zien of horen. Maar op dat moment ontstond er een heel bepaald diep vertrouwen vanuit mij, vanuit mijn team ook, dat constant voelde van, dat klopt niet, je dat voelt, dat is vanuit zijn ego, dat is vanuit zijn gekwetste kant, je triggert hem heel hard. En op die moment, ja, het deed pijn natuurlijk. Maar dat was ook weer tegelijkertijd om mij een aantal kansen te geven, om een aantal beslissingen te nemen in mijn leven, voor mijn hoogste goed. Los van wat dat er zou gebeuren met hem. Maar ik voelde heel diep in mij, dat was een innerlijk weten dat ik wist van oké, dit hoort bij het proces, dit hoort bij ons pad. En dat is hetgeen wat dat we afgesproken hebben, hoe pijnlijk dat het ook is. Maar hij komt terug, hij neemt weer contact. En ik, ja, los van het feit dat ik natuurlijk geblokkeerd was, dat ik hem niet kon contacteren. Ja, ik kon wel. Maar via mail dan. Maar dat wou ik dus niet, omdat ik ook wist dat hij hem nog meer zou wegduwen. Dus dat heb ik toen niet gedaan. En daarna is hij inderdaad stukje, beetje voor beetje, vanuit zijn gekwetstheid teruggekomen. En dat is ondertussen 3 jaar geleden. Waarom vertel ik dat nu ook alweer?
Zwart. Dat is de reden waarom dat ik het moest vertellen. Maar dus wat krijgen we? De Eight of Pentacles. De... Ah ja, oké, ik snap het waarom ik het moest vertellen. Mijn mind is soms traag vandaag. De Eight of Pentacles omgekeerd. De Sphinx, ik zal het misschien ja, ook omgekeerd. En de Lovers, die ligt goed. Dus kijk, dat is hetgeen wat we krijgen. Eight of Pentacles omgekeerd. De Sphinx en de Lovers. Dus de reden waarom dat je als vrouwelijke energie nog geen fysieke resultaten ziet in de connectie op dat moment, en of dat nu gaat in de connectie over de relatie, of gewoon in jouw onderneming, is omdat er nog een aantal zaken zijn in jezelf en in de connectie en in de andere, die eigenlijk moeten getransformeerd worden. En dat is die Sphinx. Daarvoor staat die Sphinx. En dat gaat dan uiteindelijk die eenheid in jezelf en eenheid in je connectie brengen. En dat is eigenlijk de grootste reden waarom dat er hier nog geen, waarom dat er eigenlijk nog geen fysieke resultaten zijn in de 3D. Wat kun je daaraan doen? Daar kregen we, ik ben even aan het kijken, want je weet als je mij ondertussen aan volgt, het zijn er altijd twee kaarten die ik altijd door elkaar haal. Dus deze weer. Ik denk niet dat het Judgment is, maar ik twijfel altijd. Dus laat me even kijken. Zeker als ik hem ondersteboven hou. Ja, de Hermit. Oké, dat is de Hermit. Dus de Hermit, als hij gewoon ligt, wat dat eigenlijk zeggen dat hij naar binnen moet gaan. En dat is hetgeen wat ze eigenlijk vragen van dat niet meer te doen als vrouwelijke energie. We zitten niet meer te wachten op de mannelijke energie, maar ga naar buiten. Ga gewoon oefenen. Ga oefenen wat dat betekent is om je eigen fysieke wereld, om je eigen welvaart, om je eigen dromen te gaan manifesteren. En daarom is die magie er ook. Daar is hij de leerling van manifestator van het fysieke element, van het aardelement. Dus stap uit je cocon, ga naar buiten, spreek je waarheid. Deel je emoties, wat dat dan ook is, naar je connectie, naar jouw zielspartner of naar iemand anders, naar een soulmate. Het kan zijn dat het niet per se specifiek hier daarover gaat, dat naar jouw partner is, maar dat het naar iemand anders is. Spreek en deel je waarheid, maar vanuit eenheid, vanuit licht en vanuit liefde. Niet om iemand iets te beschuldigen, maar om te delen hoe dat jij aan de andere kant van de lijn dat ervaart. Ook niet om erkenning daarin te hebben. Maar wel om gezonde grenzen te stellen. Om bijvoorbeeld uit te leggen waarom je bepaalde dingen wel of niet meer doet. Of waarom je wel, weet dat we niet meer, of wel of niet meer wilt afspreken. Dus dat is belangrijk. En tegelijkertijd, hoe meer dat je eigenlijk jouw zuivere zelf wordt, door die magier, dus door te gaan leren werken met al die elementen, lucht, water, aarde en je spirit, alle angsten daarvoor los te laten, hoe meer dat je gaat zien dat eigenlijk die echte meester wordt, die creator van je leven wordt. Dat je die co-creator wordt of samen met jouw team. En dat je die dingen in het fysieke kan gaan manifesteren. Zeker als vrouwelijke energie is het belangrijk om eerst je eigen leven op orde te hebben. Om met heel veel zaken komaf te maken. Om dan uiteindelijk ruimte te laten en te creëren voor een geheelde mannelijke energie. Zolang dat die mannelijke energie nog ook stukken heeft. Dat jouw vrouwelijke energie veel te veel in balans kan brengen, geloof mij, dan ga je niet in eenheid komen. Dan ga je niet samenkomen. Of gaat het een soort van touch and go weer zijn. En afhankelijk van wat jij aan kan en kiest of gekozen hebt als ziel, gaat dat op een andere manier zijn. Ga eens kijken welke universele vlammen dat we kunnen aanroepen of mee werken voor mensen die resoneren met deze reading. Oei, ik hoop dat mijn microfoon goed is. Wacht, hè. En ik zie dat mijn trui gedraaid is. Mijn microfoon zat aan de binnenkant. Dus ik hoop dat mijn geluid goed is. Compassion. Echt. Ik ben er zeker van dat dat ook in de dingen zit. Compassion en cleansing. Yes. Yes. En surrender. Dus we hebben surrender. Daarvoor kan je deze vlam of deze energie gebruiken met aartsengel Zadkiel. Maar dat ook dezelfde aartsengel is voor compassion. En dat was ook dezelfde kaart dat we hadden in de energie van de mannelijke reading. En dan samen met aartsengel Raphaël voor nog verdere healing. En hier staat cleansing. Dus het is belangrijk om je eigen energie verder te reinigen.
om jezelf verder uit te zuiveren op mentale, emotionele, energetische en uiteindelijk dan ook in het fysieke. Waarom? Omdat net dat jouw unieke frequentie, dat is de enige magneet waarop dat de juiste partner gaat aantrekken, waarop dat jij jouw tweelingvlam, jouw tweelingziel of die hoge soulmate, dus van qua hoge frequentie, hoge gat of hoge frequentie, waarin dat je inderdaad ook die diepe transformerende liefde kan gaan ervaren. Maar dat vraagt natuurlijk dat je heel veel werk doet aan jezelf. En als je voelt dat je er klaar voor bent om ook zelf handen in eigenlijk jouw healing in handen te nemen, dan nodig ik je uit om deel te nemen aan het traject zelfrealisatie. Zelfrealisatie, dus jezelf realiseren, jezelf in de wereld zetten. Dat is een traject die eigenlijk loopt over 9 weken. Je kan dat doen op je eigen tempo, of je kan het de 9 weken volgen. Maar geloof me niet, iedereen loopt die even vlot. Het hangt er wat vanaf waar is dat in jouw proces. En elke week behandelt een andere energie, een andere vlam, een universele vlam, die jou niet alleen doorheen de verschillende fasen van ascensie leidt, maar ook doorheen verschillende zielslessen. En dat zorgt ervoor dat door dan die transities te doen met die vlammen, dus door met die vlammen te werken en die vlammen toe te laten in je energie, te leren hoe je die ook in je dagelijks leven kan gebruiken, zorg je eigenlijk voor dat er codes, lichtcodes, geactiveerd worden. Die codes creëren dan eigenlijk situaties, ervaringen, zodanig dat je weer kan gaan oefenen vanuit dat nieuwe bewustzijn, vanuit die nieuwe gedachten, vanuit die nieuwe emoties. Ook soms gaan kijken van, oké, heb ik die les wel geleerd? Heb ik inderdaad die gedachten getransformeerd? Heb ik inderdaad gekozen voor iets die beter bij me past? Of hou ik nog vast aan stukken? Zijn er dan nog diepere lagen dat ik eigenlijk nog niet gezien had? En kan ik die gaan verder nog gaan helen? Werken met universele vlammen is eigenlijk kiezen om te werken op een zo'n efficiënte, moeiteloze manier. Het gaat heel snel. Dingen die je eigenlijk niet meer nodig hebt of dat je het inzicht over ontvangen hebt, kan je onmiddellijk gaan transformeren. Dus ik ontvang alleen maar hele mooie positieve resultaten van mensen die ermee werken. Keer voor keer zijn mensen die voor het eerst met de vlammen werken en die er heel sceptisch tegenover staan, verwonderd van wat het effect van die vlammen is. Dus als jij zelf ook zoiets hebt van, ja, zal wel eens zien. Ik zou zeggen, ik daag je uit, ga naar de playlist hier op mijn kanaal, met de transmissies van de Universele Vlam. Kies daar één uit, maakt niet uit welke. En doe die een paar keer. En laat het universum jou tonen wat het effect is. Je moet mij niet geloven, maar laat het universum jou tonen. En als je daar dan van overtuigd bent, en je voelt je dan klaar, en ik zeg, je voelt je pas klaar, dus alsjeblieft doe enkel maar mee als je je klaar voelt, dan nodig ik je heel graag uit en vind ik het super fijn. Ik vind het altijd super fijn om met jou samen te werken natuurlijk, maar ik wil echt dat je er zelf achter staat, dat het een keuze is dat je zelf maakt. Wat hebben we? Tender Embrace. 22 kaart. Ja, en ik denk dat dat wel iets is waar we allemaal naar verlangen. Zeker als we zo'n dergelijke diepe connectie zetten. Dat we verlangen naar die stevige, liefdevolle knuffel. Maar hetgeen wat ik hoor is, geef die knuffel in eerste instantie aan jezelf. Ik weet, het is moeilijk om jezelf te gaan knuffelen. Maar ik bedoel, de liefde die je hebt, de liefde die je wilt delen, de liefde die je wilt geven aan iemand anders, geef die altijd in eerste instantie naar jezelf. En hoe meer je die liefde zelf belichaamt, hoe meer je het gaat weerspiegeld zien via anderen. Dat hoeft dan niet altijd voor je partner te zijn, maar gewoon via anderen, via de wereld, via mensen om je heen. En een tall tale is kaart 35. Komt op een 8, iets te maken met overvloed. En hetgeen wat ik hoor is van het proces en het pad wandelen van een ziel is er een van uitdaging en moed. En kun je geen quick fix gaan doen. Dus zolang dat jij niet bereid bent om het zicht van bovenaf te gaan bekijken en vanuit het hogere bewustzijn naar je leven te kijken, naar de keuzes te gaan kijken en dan vanuit dat hogere bewustzijn, dus vanuit je zielsaspect, naar alles in je leven te gaan kijken, dan het enige wat je doet, dat is eigenlijk jouw overvloed langer uitstellen. Dus net daarom is bijvoorbeeld ook werken met die vlammen superkrachtig, omdat je gedwongen wordt en eigenlijk op een hele moeiteloze manier onmiddellijk gaat zien waar dat je schaduwen zijn en ze kan transformeren. Want vaak is het ook zo dat we heel veel stukken op ons nemen die eigenlijk niet van ons zijn. Ze zijn van onze ouders, of zelfs gewoon van de maatschappij, of van iemand dat we tegengekomen zijn, of van vorige liefdespartners. Dus ook daar zijn de vlammen heel efficiënt. En dat is hetgeen we dat uiteindelijk zielsgroei overgaat, een beautiful uncaging.
Het is een heel mooi, heel uitdagend proces. De mensen die met mij samenwerken, die weten dat ik regelmatig ook dingen van mijn persoonlijk proces en mijn tweelingenproces deel. Er zijn heel veel momenten waarop je wil opgeven. Er zijn heel veel momenten waarop je tegen je eigen grenzen aanloopt. Maar dat net zorgt ervoor dat iedere keer nog meer en nog meer en nog meer en nog meer schillen eigenlijk lagen weg doet, zodanig dat die onvoorwaardelijke liefde nog veel meer kan doorstromen. En dat is het mooiste dat ik eigenlijk persoonlijk in mijn leven heb ervaren. Zelfs nog mooier dan de liefde en verbinding die ik voel met mijn kinderen. En Earth Magic. Dat is wat ik ook net daarnet gezegd. En dat zeg ik ook vaak tegen klanten die in de 1-op-1 trajecten met mij zitten. Je hoeft mij niet te geloven. Ik wil zelfs dat je mij niet gelooft. Ik wil dat je het universum uitdaagt en dat je het universum zegt of vraagt van kijk, show me your magic. Toon mij wat ik kan. Toon mij wat dat werkt. Laat het mij ervaren. Want dat zijn de beste bewijzen dat de dingen die ik jou vertel, dat die werken. Dus ook hier, zeker als vrouwelijke energie. Zie het als een spel. Zie het werken met je eigen energie als een spel. En sta elke ochtend op met het idee van: wat is vandaag mogelijk? Op welke manier kan ik vandaag buiten mijn comfortzone stappen? Op welke manier kan ik vandaag van dienst zijn? Op welke manier kan ik vandaag mezelf nog meer uitbreiden en neerzetten? Daar gaat het over. En of dat jij nu een missie hebt in de zin zoals dat ik hier doe, met een onderneming of een coaching of wat dan ook, het maakt niet uit. We zijn altijd door ons talent te delen van dienst voor anderen. En iets waar ik ondertussen me heel bewust van ben, is dat ik heel veel mensen ook help door gewoon hier deze video's te maken. Maar daarom betekent dat niet dat die mensen via betalende diensten met mij samenwerken. En ook dat is oké. Okay. Het gaat over het effect voor heel veel mensen. Het gaat voor het effect op lange termijn. Het gaat voor het effect op het collectief. En het gaat voor het effect op de wereld. Want we veranderen de wereld één op één. Één voor één. Hart voor hart. Maar niet van buitenuit en betogingen en wat dan ook. Nee, van binnenuit. Van binnen naar buiten. Zo binnen, zo buiten. Onthoud dat heel, heel, heel goed bij elke keuze die je maakt. Wat hebben we nog? Voor de boodschappen. Ik zie 22, 22. Oeps. Ja, ze zijn er genoeg. Dan hebben we nog angst voor het leven. Je weet, angsten komen altijd zoals boeren of hoesten of dingen in de keel naar boven. En dat is eigenlijk omdat dingen opborrelen, vasthouden en dan laten we het naar boven komen. Dus mensen die met mij in sessie zitten, die weten dat die mogen geeuwen, gapen, wenen, lachen, boeren, het mag er allemaal zijn. Maar dus angst voor het leven is erger dan angst voor de dood. Want daardoor houden mensen zich klein. Maar nemen ze geen kansen, nemen ze genoeg met goed genoeg. Zijn ze blij met waar ze zitten, terwijl ze zoveel meer, voor zoveel meer voorbestemd zijn. Wanneer het op liefde aankomt, bestaat te laat niet. En dat klopt helemaal. Instorten is de weg naar transformatie. En herinner je die tower dat we ervaren hebben, die schaduw dat we ervaren hebben, dat is weer een nieuw laagje. Een nieuwe laag om weer in onze Sphinx-energie te stappen. Om nog een hoger level van die Divine Feminine energie neer te gaan zetten. Kies eerst jezelf, misschien wat ik net gezegd heb, geef liefde eerst aan jezelf. Eer wie dat je bent en geef jezelf liefde. Dus kies eerst jezelf, eer wie je bent. En geef jezelf liefde. En dan de laatste. Laat menselijke ervaringen niet misleiden. Het leven is wat je kiest te ervaren, omarm je kracht. En dat is hetgeen wat ik daarnet ook gezegd heb. Zie jezelf als de energie die je bent. Zie jezelf als die magier. En daag jezelf uit. Daag het universum uit. En zie het als een spel. Zie van, oké, wat is er nog mogelijk? Wat kan ik nu manifesteren? Wat is er nog meer mogelijk? En beperk je daarin niet in. Ook met hoe heet het, de astrologische planeetstanden en allemaal. Die er nu zijn, is het ideale periode om nog groter te dromen en het ook te vragen om zich te tonen in het fysieke, in de materiële wereld. Dus zou zeggen, kies niet voor of, maar kies gewoon en. En zie wat er gebeurt. Hou alles open en zie wat er op je pad komt. Je zal verstomd, verbaasd zijn wat dat er allemaal mogelijk is. Zo, dat was het in deze video. Dus als je twijfelt over het werken met de vlammen, vraag dan het universum een teken. Of dat dat iets voor jou is. Wil je 1-op-1 met mij samenwerken of met mijn collega Sarah? Dan kan dat ook natuurlijk.
Op verschillende manieren. Dus hangt er wat vanaf waar dat jij nu tegenaan loopt. Waar dat jij nu het gevoel hebt dat je machteloos over staat. En dan door samen met ons te werken, kunnen we samen kijken naar waar je tegenaan loopt en kunnen we samen de weg vooruit uitstippelen. En ook onmiddellijk transformeren, acties nemen en zo verder, zo meer. Zo, als je vragen hebt, zou zeggen, zet ze hieronder de video of deel je ervaringen. Ik vind het altijd fijn.